Zo, een eerste belangrijke zaak om de nieuwe methode van evaluatie uit te leggen is natuurlijk het feit dat we met zelf-evaluatie, peer-to-peer evaluatie werken. Op basis van lijsten die niet in eerste instantie de resultaten van uw werk gaan beoordelen, maar wel de weg die ze hebben afgelegd om naar de resultaten te gaan, de competenties eigenlijk die ze nodig gehad hebben om die resultaten te bereiken. Ik doe dat in de vorm van Microsoft Forms, waarbij leerlingen gevraagd worden hun eigen mening te geven. Ik vul die forms zelf ook in en die worden dan in Excel verwerkt naar een punt. Omdat binnen onze school er nog altijd met punten wordt gewerkt, moet ik natuurlijk ook op geregelde tijdstippen een punt doorgeven aan het secretariaat. En dus dat laat mij toe om toch competentiegestuurd te evalueren en dan eigenlijk toch ook weer summatief een punt door te geven. Verschillende facetten worden natuurlijk beoordeeld bij het projectwerk. Sociale factoren enerzijds, anderzijds de manier waarop dat ze zich voorbereid hebben op de projecten. Bij de meeste vraagstellingen die ik uiteindelijk hier ga gebruiken, heb ik heel duidelijk gewerkt met de fameuze schaal van Bloom. Die ik uiteindelijk ook in mijn rapportering ga bekijken. Op welk niveau hebben leerlingen uiteindelijk een bepaalde taak uitgevoerd? Bijvoorbeeld, wat heb ik gedaan tijdens de stadsherkenning in Potsdam? Heb ik gewoon meegelopen? Heb ik meegelopen en vragen gesteld? Heb ik voor mezelf het bezoek ook samengevat? En kan ik na de verkenning van de stad ook uitleggen waarom de verschillende wijken uiteindelijk één eenheid in alle diversiteit vormen? Er zijn verschillende manieren natuurlijk om dat stadsbezoek te ervaren, waarbij natuurlijk een verschillende niveau van kennis vereist is. En zo bevraag ik eigenlijk de volledige projectwerking. Hier en daar is er ook wel plaats voor een open vraag. Om toch te kunnen toetsen of de beweringen die de leerlingen zichzelf aanmeten, of dat die beweringen effectief ook juist zijn. En zo loopt dat dus heel het project door. Er wordt op verschillende manieren ondervraagd. Ofwel moeten we een keuzerondje plaatsen in een van de mogelijke uitspraken, ofwel moeten uitspraken worden geclassificeerd. Hè. Helemaal bovenaan de uitspraak die het meeste bij hen past, helemaal onderaan het lijstje de uitspraak die het minste bij hen past. En zo gaan de leerlingen dat dus volledig invullen. Ik vul dat ook volledig in en beide worden dan verwerkt in Excel tot een punt. Een punt waar ik uiteindelijk absoluut niet het grootste belang aan hecht, maar wat uiteindelijk wel voor de administratie belang heeft. Een eerste groot voordeel daarbij is dat ik als leerkracht alle antwoorden van de leerlingen in een mooi overzichtje kan raadplegen. Bijvoorbeeld, hè, als we nu teruggaan naar de eerste vraag. Hoe hebben de leerlingen het stadsbezoek in Potsdam ervaren? Dan zie ik dat de helft heeft meegelopen en toch wel vragen gesteld heeft. Dat er toch wel een klein vierdeke gewoon meegelopen heeft zonder meer. En dat er toch nog een aantal zijn die na de verkenning de verschillende stadswijken, eenheid in diversiteit, dat kunnen ze niet beantwoorden. Dus met andere woorden, ik moet daar in de toekomst als leerkracht meer belang aan hechten, zwaarder op inzetten, zodanig dat de leerlingen daar toch wel een idee van hebben. En zo gaat het uiteindelijk helemaal verder in mijn volledige evaluatie. Bijvoorbeeld een getuigenis van de heer Ampe in de Gedenkstätte in de Lindenstraße, een gevangene die komen getuigenis, merken wij dat geen één leerling gezegd heeft dat ze gewoon geluisterd hebben. Geen één leerling zegt: oké, goed, ik heb gewoon vragen gesteld. Ze hebben wel samengevat, ze hebben de antwoorden ontleed en ze hebben eigenlijk ook empathie getoond ten opzichte van de getuigenis van die meneer. Daar gaan onze doelstellingen, hebben onze doelstellingen wel volledig behaald. Dit is een bron aan informatie die absoluut niet te miskennen valt eigenlijk. Hè. Dit type van informatie moet ons als leerkrachten toelaten om ons onderwijs aan te passen, om in de toekomst toch ervoor te zorgen dat meer leerlingen op een hoger niveau gaan meedraaien.
Dus dat is een eerste grote voordeel. Dan natuurlijk moet er ook nog worden gerapporteerd naar de ouders toe. En die rapportering die moet toelaten om een gesprek te voeren. Een gesprek op basis van feiten eigenlijk. En die analyse gebeurt dan via Power BI. Dit is nu een evaluatie van de leerlingen van het zesde jaar. Ik heb een soortgelijke evaluatie gehouden over de projectwerking van september tot december en heb dat op deze manier voor hen verwerkt. De peer-to-peer evaluatie op 50 punten, aangezien er 5 leerlingen waren, hadden telkens 10 punten, waarbij een bepaalde leerling, ik ga bijvoorbeeld deze leerling aanduiden, voilà, net boven de 40 op 50 scoort. Dan summatieve verwerking, zodanig dat we dus effectief een punt kunnen invullen op het rapport, waarbij deze leerling een kleine 65% haalt. En een verslag waar zij uiteindelijk moesten aan werken, waarbij hun werkpunten en hun sterke punten werden in besproken. Op basis van diezelfde competenties, 21ste eeuwse competenties. Vervolgens heb ik diezelfde punten die uiteindelijk, of diezelfde vragen die gediend hebben om deze evaluatie te maken, heb ik dan ook nog in 2 andere grafieken gegoten. De klassikale taken en de individuele taken. Om grote projecten uit te werken is het niet zo dat een volledige klas altijd dezelfde activiteit uitvoert. In mijn klasagenda kan dat duidelijk gemerkt worden trouwens, dat elke leerling specifieke taken heeft. Die dus alleen door die bepaalde leerling worden uitgevoerd. Wat zie ik nu? Dat de individuele taken bij die leerling veel beter zijn dan de taken die klassikaal moeten gedaan worden. Die leerling gaat natuurlijk zich engageren op stukken van ons project waarbij zij zich goed voelt, dingen waar zij echt goed in is. En daar scoort ze natuurlijk ook veel beter in dan alle taken die gewoon klassikaal worden opgegeven. Wat zien we nu? Dat de weg naar diep leren bij deze leerling nog zeker niet helemaal is afgelegd. Dat we daar toch eigenlijk heel veel moeten aan werken. Als we het gewone summatieve rapport van deze leerlingen zouden bekijken, dan zouden we zien dat die voor het dagelijks werkrapport 1 en 2, dus in oktober en november, wel goed gescoord heeft, maar voor het examenrapport in december niet goed gescoord heeft. En dat is perfect ook te verklaren op basis van deze grafieken, aangezien zij oppervlakkig leert. Zij leert voor een toets, zij leert voor eventueel een grotere overhoring, maar in de diepte wordt er niet geleerd, waardoor de zaken die ze wel goed kan afleggen in oktober en november, uiteindelijk in december niet meer gekend zijn en dus uiteindelijk tot een slecht examenrapport hebben geleid. Ik kan dat perfect uit deze grafieken afleiden zonder ook maar 1 examenvraag te moeten verbeteren. Dezezelfde vragenlijst heb ik dan ook nog een keer geherinterpreteerd naar het vakmanagerschap toe. Ik ga terug diezelfde leerling erbij nemen. Waarbij dus de creativiteit van die leerling en de capaciteiten om te plannen en te organiseren worden bekeken. Waarbij telkens de groene balk de punten zijn die de leerling zichzelf heeft gegeven. En de rode balk of de donkere balk de balk is die ik aan de leerling heb gegeven. En hetzelfde geldt nog een keer voor het sociale aspect. Als we dan even dit hier gaan bekijken, kunnen we het volledige beeld eigenlijk van deze leerling samen met hen bespreken. Ik heb op basis van dit verslag van Power BI al die leerlingen individueel naar het oudercontact laten komen en heb met hen heel de zaak hier besproken. En de bedoeling is dat dat dus ook nog wordt aangevuld na de stage hier in Londen om te bekijken in welke mate daar effectief progressie in gekomen is. Maar de bedoeling is dus van 2 dingen te combineren. Enerzijds het summatieve waar onze school nog altijd op aanstuurt en anderzijds toch wel heel zwaar inzetten op het competentiegestuurd evalueren van de leerlingen zodanig dat zij op basis van een graad eigenlijk effectief kunnen vorderingen maken in leerstijl dan wel gewoon resultaten af te toetsen op basis van een examen. Ik hoop dat u daarmee iets meer te weten komt. U mag mij zeker contacteren indien u meer informatie wenst.